Zo'n 500 kinderen deden zaterdag mee aan het Beukennootjes-toernooi. Het toernooi, een jaarlijkse traditie bij Oranje-Zwart, wordt dus voortgezet onder de vlag van Oranje-Rood. Vaders, moeders, opa's en oma's langs de lijn en de jongste jeugd van de F3-tallen tot de E8-tallen op het veld. Beukennootjes-toernooi is een toernooi dat al jaren georganiseerd werd, vroeger bij Oranje-Zwart en nu bij Oranje-Rood als fusieclub. Het is een toernooi voor de F'jes, de E6-tallen en de E8-tallen. En het doel is om gewoon lekker te hockeyen en de hockeywaarde ook bij de kinderen neer te zetten. Hè. Gewoon plezier, zonnetje. Een leuke dag maken. En of je nou wint of verliest, dat is dan niet zo heel serieus. Hè. Dat zie je ook bij de bond, dat die uitslagen bij de bond niet eens worden gepresenteerd. Nou, dat doen we dan wel. Je kunt hier vandaag een medaille winnen, dat gaan ze allemaal doen. En de allerbeste kunnen een beker winnen. En ja, medailles betekent nu 490 kinderen die allemaal tevreden naar huis gaan. En 6 teams die ook zo'n hele mooie beker winnen. En dankzij het mooie weer was het ook op het terras een drukte van je welste. En binnen was er een heuse meet and greet met speelsters van het eerste damesteam die een spervuur van vragen op zich afkregen. En zo deed Oranje-Rood aan klantenbinding door de jeugdweerers nadrukkelijk bij de club te betrekken. Jeugd aan de club binden, ook de club in de regio neerzetten. Hè? Want dan heb je nou 13 bezoekende clubs van Poes tot Weert. Die allemaal toch weer een dagje naar Oranje-Rood komen. En zien dat het hier mooi is en dat dit hockey is bij Oranje-Rood. Mooie dag zo. Super.